Ja, Serginho. Ik vond het best een beetje ontluisterend wat ik zag vandaag van RKC. Klopt. Ja. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat als je overal te laat komt, elk duel te laat. Als je een balbezit niet weet goed vooruit te voetballen. Als je bal na 4-5 passes, niet eens 4-5 passes kwijt bent. Ja. Waren jullie verrast door de manier waarop jullie tegenstander FCM speelde, dat 3-5-2 systeem? Ik had het idee dat jullie daar geen antwoord op hadden. Hun zijn gewoon heel bewegelijk. Hun kwamen telkens goed in de ruimtes vrij. Vooral met een back die net tussen onze linksbuiten en onze linksback ging staan. Ja, hij stond constant vrij, hè? Dat mannetje meer op middenveld. Ja, ze konden een man extra creëren. Waardoor als je als back te hoog staat, komt er weer een ruimte waarin Calon heel makkelijk kan lopen. Dat is toch een vlugge gozer. Dan komen ze telkens in een positie dat ze toch vrij kunnen draaien. Dat je net te laat bent. En dat konden jullie in het veld, hè? Niet aanpakken, niet omzetten? Nou, ik denk dat het tweede gedeelte van de eerste helft kwam daar iets meer grip op. De tweede helft spelen ze ook heel anders. Ik denk dat er ook wat persoonlijke fouten zijn geweest. Waardoor we toch een doelpunt weggeven. Ja, je duidt daarmee ook op jullie keeper, denk ik, hè? Want bij de eerste twee goals ging die ook niet helemaal vrij uit. Nee, ik noem helemaal geen namen. Ik duid ook niet op de keeper. Hij krijgt één bal die hij volgens mij heel laat aan ziet komen. Een tweede bal die ook waarschijnlijk met de stuit komt. Een lastige bal. Als hij hem loslaat, is het een lastige bal. Daar ga ik vanuit. Waarbij wij als verdedigers hem natuurlijk moeten ondersteunen. Maar ja, dat zijn toch wel kleine dingetjes. Als die niet gebeuren dan. En wat mij ook opviel, het verschil tussen FCM en RKC Waalwijk, was ook een stukje beleving, had ik het idee. Heb ik daar gelijk in? Nee, maar kijk, ik hoor heel vaak het woord beleving. Dat is heel makkelijk om te zeggen natuurlijk als je een pot verliest, dat ligt aan de beleving. Maar ja, wat is beleving? Wat wil dat zeggen? Als je telkens te laat komt bij een man, heeft dat niks met beleving te maken. Ja. Ja, daarom begon ik ook met het tactische verhaal eerst, zeg maar. En daarna dit verhaal, zeg maar. Ik denk, beleving is meer als je geen verstand van voetbal hebt, dan zeg je altijd het is beleving, het is beleving, het is beleving. Maar zoals ik net heb uitgelegd, dat snap ik. Als je telkens te laat komt, dan lijkt dat zo. Met beleving, dus je bent gewoon te laat. En ik vind beleving, ja. Ja, wat moet je met beleving? Het is natuurlijk een onderdeel. Ik bedoel, we hebben het over het tactische gedeelte gehad. Maar je hebt ook de wil om te winnen, zeg maar. Of die aanwezig is. Nou, zij hebben zich natuurlijk lang om deze na-competitie voorbereid. Ja, voor jullie was het eigenlijk een beetje een cadeautje afgelopen vrijdag in Maastricht. Ja, cadeautje. Ja, je speelt play-offs of speel geen play-offs? Ik weet niet, als we cadeautje. Nou, jullie hebben een fantastisch seizoen achter de rug. Maar jullie hadden natuurlijk... Kijk, we kunnen hierover gaan kibbelen, hè, maar naar... Bijvoorbeeld die eerste helft in Maastricht, hadden jullie net zo goed met 1-6-8 kunnen staan, toch? Ja, maar als jij baseert het behalen van de play-offs op één wedstrijd. Nee, niet op één wedstrijd. Daarom zeg ik al, jullie hebben een goed seizoen gehad. Ja. Er zijn ook wedstrijden geweest die we moesten winnen, die we verloren en die we moesten verliezen hebben gewonnen. Dus ja, dit is de Jupiler. Het is geen hoogstand voetbal altijd. En ik denk dat een cadeautje, we hebben gewoon genoeg punten gehad, we zijn daar. Of nou cadeautjes of niet, ik vind geen cadeau, want je werkt in heel seizoen. Ja, doet je dan. Ja. Ik hoor dat woord ook de hele tijd, toetje, beleving. Ik vind dat allemaal dingen die voor mijzelf niks met voetbal te maken hebben, heel erg. Als we het over tactisch gaan praten, dan kunnen we... Maar dat hebben we toch gedaan? Ja, weet ik, maar dat geeft aan waardoor het lijkt dat er geen beleving is. Maar ik kan me niet zeggen dat er jongens in de kleedkamer zijn die niet nog een finale willen spelen hierna. En daar de week daarop ook weer. Die kan ik niet vinden in de kleedkamer. Nee, dat snap ik. Ik denk dat iedereen ook wel van goede wil is. Absoluut, het kan me daar niet uit. Maar hoe teleurgesteld ben jij nou? Nou, heel erg. Want je krijgt er 5 om de oren. In een finale. En ja, ik speel niet de play-off gewoon om mee te doen. Ik wil hoger opkomen met de club. Maar als we heel eerlijk zijn, dan zitten de play-offs denk ik voor RKC wel op. Het wordt moeilijk. We vragen nog een wedstrijd. Maar het wordt heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk, ja. We gaan het zien. We gaan het zien, ja. Dankjewel.